Ja, ik praat verder met Bart van Malderen van de SPA. Dag, meneer van Malderen. We hebben de ministers net horen zeggen wat ze allemaal al gedaan hebben en wat ze nog gaan doen. Bent u dan onder de indruk van wat u gehoord heeft? Het is niet de eerste keer dat ik dat lijstje hoor. En het maakt deel uit van het lopend beleid en dat is eigenlijk een stuk van het probleem. Dat lopend beleid volstaat gewoon niet om de trendbreuk die we nodig hebben te realiseren. Ja, maar u spreekt over een trendbreuk. Enfin, minister Homans sprak vorig jaar ook over een trendbreuk, maar in de omgekeerde richting. Maar daar moeten we misschien niet op doorgaan. Wat hier verschillende keren is gezegd in de loop van de namiddag, is dat, want u spreekt over een trendbreuk, dat we dit eigenlijk niet kunnen weten. Dat Kind en Gezin zelf aangeeft van dit instrument is niet geschikt om het huidige beleid op korte termijn te meten. Nee, aan de andere kant meet Kind en Gezin al sinds 2006 de kinderarmoede en zie je dat de situatie eigenlijk jaar na jaar verslecht. En dus daarom moeten we wel het tij keren. Als we het allemaal eens zijn dat we kinderarmoede moeten reduceren, mevrouw Homans had het over halveren tegen 2020, ja, dan kan je niet jaar na jaar slechtere cijfers aanvaarden. Dus we moeten iets doen. Ja, maar wat ik de ministers hoorde zeggen, waren toch niet alleen dingen die ze... Ja, die je tot dagelijks bestuur zou kunnen rekenen. Er waren toch extra initiatieven bij? Absoluut, maar ook daar moet je dan weer in detail gaan kijken. Het gaat dan soms over projecten waar heel lokaal en hoe verdienstelijk ook mogelijk een effect is, maar die dan bijvoorbeeld niet uitgerold worden over heel Vlaanderen. Of projecten die beperkt zijn in tijd. Andere hefbomen gebruikt Vlaanderen bijvoorbeeld vandaag veel. Maar zijn uniforme maatregelen sowieso mogelijk? Want Kind en Gezin wijst erop dat bijvoorbeeld in grote steden, in centrumsteden, het probleem, ja, meer voorkomt, daar heb je misschien andere maatregelen nodig dan maatregelen die in kleinere steden of op het platteland zou moeten nemen. Absoluut, maar als je naar armoede kijkt, dan is het altijd een verhaal over inkomen, kosten en toegang tot rechten. En als je naar inkomen kijkt, dan is het heel belangrijk bijvoorbeeld wat er gaat gebeuren met de kinderopvang. En de kinderbijslag vooral. Als je gaat kijken naar kosten, dan is bijvoorbeeld kinderopvang heel belangrijk. Daar hebben we gezien dat de kosten de afgelopen jaren gestegen zijn. Je stelt vast dat op belangrijke punten automatisering van rechten blijft steken. Wie daar een heel belangrijke rol kan inspelen, zijn lokale besturen. Zij kunnen echt op maat, en in Gent anders dan in Lanaken, gaan kijken wat er nodig is en echt in dialoog gaan met die gezinnen, een traject opbouwen en dat samen met hen ook soms begeleiden. Op een VLD zegt erover, eigenlijk moet de minister bevoegd voor het binnenlands bestuur, dat is dan ook minister Homans, dit coördineren. Heeft Open VLD gelijk? Je zou van een coördinerend minister mogen verwachten dat ze effectief die dialoog aangaat. En ook met die lokale besturen. Ook met de lokale besturen. We hebben haar daartoe opgeroepen om tegen uiterlijk 1 januari 2019 een financieel en organisatorisch kader in dialoog met die steden en gemeenten, niet van bovenaf, niet top-down, te gaan uitwerken, zodat die steden en gemeenten weten van kijk, daarin gaan we werken. Dat is de richting waarin dat we gaan. En we hebben daar marge om maatwerk te doen in functie van de eigenheid van onze gemeente. En daar gaan deze centen tegenover staan. Ja. En dat zullen wellicht ambitieuzere middelen moeten zijn dan vandaag. Maar ik ben er ook van overtuigd dat als je steden en gemeenten appelleert aan hun verantwoordelijkheid, als je ze de middelen in het kader geeft, dat je dan ook wel betere resultaten kan voorleggen. Nu, u heeft in uw tussenkomst ook gevraagd, laat de experts van Kind en Gezin eens naar het parlement komen om toelichting te geven bij hun rapport. Dat klinkt toch wel een beetje gek, hè? Iemand schrijft een rapport. Je kan het toch gewoon zelf lezen? Is het rapport niet helder genoeg dan? Als ik de uitleg van de minister gisteren gehoord heb, dan is er blijkbaar toch wel wat duiding nodig, want de uitleg van de minister sloeg nergens op. Of het rapport is niet goed? Het rapport is wat het is. De cijfers die erin staan worden op zich niet betwist. Het is de duiding die nadien gegeven is, het waarom bij een aantal zaken, waar, laat ons eerlijk zijn, de minister is gaan freewheelen en een aantal zaken is gaan veronderstellen die men nadien gaat verrechtvaardigen. Ik wil gewoon van de mensen horen, wat zijn de cijfers, wat zien jullie erin? En ik zou eigenlijk ook graag niet alleen de experts van Kind en Gezin, maar ook andere experts erbij vragen. Ten eerste, omdat zij ook wel... Ja, Cantillon, Centrum voor Sociaal Beleid. Bijvoorbeeld, er is in Vlaanderen eigenlijk heel ruime expertise op dat vlak. Laat ons daar de dialoog aangaan met experts, met het middenveld, om te kijken van, ja, hoe ervaren jullie de realiteit van deze cijfers? Ja, maar ook niet te lang meer wachten natuurlijk, hè, want ondertussen groeit die armoede. Groen dient
motie van wantrouwen in tegen minister Homans. Gaat uw fractie die motie steunen? We zullen kijken wat er exact in de motie staat. U weet het nog niet. Voor mij is een motie van wantrouwen ten aanzien van deze minister niet zo'n moeilijke zaak. Wij hebben nooit het vertrouwen gegeven aan de regering, ook niet aan de minister. Ja. Ik denk dat een motie van wantrouwen en het stemgedrag vooral voor de meerderheid een belangrijk issue is. Of een signaalfunctie kan zijn natuurlijk. Ja. Bedankt in elk geval voor dit gesprek, Bart van Malderen. Beste kijker, blijf bij ons. We zijn terug na de onderbreking. Ik praat dan met Freya Saes van Open VLD.